Groot-Brittannië verwelkomt zijn nieuwe prins en toekomstige koning. De monarchie gaat voort. Goedenavond, welkom bij Koppen XL. The monarchy has to modernize. It has to move forward. But the real future of the House of Windsor lies in this child. They'll make sure they can have a really happy family life. I think they'll regard that as highly important. Whether Prince William can learn to put on a nappy is another matter. Hij is er, de lang verwachte baby van de Britse prins William en prinses Kate. De jongen begint aan een bijzonder leven. In een tijd dat de Britse monarchie, mee dankzij zijn ouders, weer erg populair is geworden, moet hij dat moderne, menselijke gezicht verder weten uit te dragen. Goed omringd zullen ze wel zijn, de kersverse jonge ouders, maar hoe gaan ze het aanpakken? De toekomstige Engelse koning een onbekommerde jeugd geven en hun zoon tegelijk voorbereiden op zijn taak en functie. De Britse koninklijke familie begint aan een nieuw hoofdstuk in haar geschiedenis. De geboorte van de zoon van William en Kate luidt een nieuw tijdperk in. Prime ministers' governments come and go, the monarchy goes on. With this new baby, we see the monarchy stretching further into the future. Koningskinderen hebben altijd al tot de verbeelding gesproken en deze baby zal geen uitzondering zijn. For Great Britain, you know, we might not be the top of the world for a lot of things, but we're top of the world for royals, top of the world for pomp and ceremony, and we are the world champions at that. De belangstelling van de media zal immens zijn. Dit jongetje wordt ongetwijfeld het meest gefotografeerde kind van de 21ste eeuw. A royal baby is like no other, particularly a royal heir. This child is never going to be ordinary. Because this child is going to be the King of England. Van het moment dat Kate Middleton naar het altaar liep in Westminster Abbey 2 jaar geleden, werd er druk gespeculeerd over wanneer het prinselijke paar zijn eerste kind zou krijgen. En toen raakte het nieuws bekend, al was dat niet zo gepland. Kate, how are you feeling? How are you feeling? Kate was in het ziekenhuis opgenomen omdat ze heel veel last had van zwangerschapsmisselijkheid. Het was meteen het nieuws van de dag. Future Queen Kate Middleton expecting her first child. Vriendelijke elukaaslase Kate Middleton. William en Kate erwarten een kind. En dit is maar een voorproefje. Het jongetje zal zijn leven lang in de schijnwerper staan. There's always been an interest in royal babies because they are historic, but they also mark the future. And I think we invest in these royal babies that sense of monarchy and continuity and heritage and everything that makes Britain special. All of that is manifested in this tiny little bundle. It's just rather magical. Looking at the swarms of cameras around the palace or the hospital or whatever, you might think media interest has increased. In fact, in the scale of the times, royal babies have fascinated every generation in their different ways. De leden van de koninklijke familie kunnen niet om de publieke belangstelling heen. Om hun rol te vervullen, moeten ze wel in het oog lopen. Fotosessies en verschijningen in het openbaar horen erbij. I think the awful thought about it for me is that she can never ever do something on the spur of the moment. And your whole life is regulated. But as I once heard her say, once you accept that kind of life, it just becomes your life. Maar met de nieuwe technologieën is de druk nog groter geworden. The people in there. Look at them. Een van de vaste fotografen volgt de koninklijke familie al 36 jaar. Hij reisde met hen door 120 landen.
Every website will want to get the picture up first. It will be a massive competition. Then it was rewind my film and go back to the office and develop the film. Now really instantly it'll be going around the world. That's the way it is now. But, lasting images. I was there when William was born, and now he's 30 years of age, and I'm going to be there when his baby's born. And it would be great memories for me, great memories for the joy that I saw on Prince Charles's face when his baby was born. And we'll see that on William as well. We'll see that excitement of seeing your own flesh and blood for the first time, which anybody with children will tell you is a moment that stays with you for the rest of your life. Kate en William zijn het moderne gezicht van de koninklijke familie. Ze leiden een veel normaler leven dan hun voorgangers. Maar hun kind zal een allesbehalve gewoon leven hebben. Thank you very much. Thank you. Hij wordt later vorst van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Supreme Governor van de Church of England, hoofd van het gemenebest van 54 naties en staatshoofd van 16 landen. Op jonge schouders kan zo'n toekomst zwaar wegen. Every child just wants to be normal and just wants to fit in. But of course, William has spent his whole life knowing that he is different from his brother, different from everyone else. I think there have been many, many years that he's struggled with his destiny, with that ultimate knowledge that he will be the future king of the United Kingdom. But I think ultimately he has accepted it, and William's going to be in a very unique position in terms of guiding, advising, and helping his child overcome some of the hurdles that, of course, he himself had to overcome. De geboorte van een koningskind, vooral van een troonopvolger, is van oudsher aanleiding voor een nationaal feest. En die traditie leeft nog altijd voort. In de Tower of London en in Hyde Park worden ereschoten afgevuurd. De klokken van Westminster Abbey en St. Paul's luiden om de koninklijke erfgenaam te verwelkomen. Aan het hek van Buckingham Palace wordt het bericht van de geboorte uitgehangen. Zo ging het ook in 1948 bij de geboorte van Prins Charles en 34 jaar later bij de geboorte van Prins William. Maar elke generatie breekt met oude gewoonten. Eeuwenlang werden koningskinderen thuis in het paleis geboren. Maar Diana koos ervoor om te bevallen in St. Mary's Paddington, niet ver van Buckingham Palace. En zo was prins William de eerste troonopvolger die in een ziekenhuis werd geboren. 750 miljoen mensen hadden het sprookjeshuwelijk van prins Charles en lady Diana Spencer via de televisie gevolgd. Minder dan een jaar later stonden de pers en een enthousiast publiek bij St. Mary's te wachten op de geboorte van hun eerste kind. Prins Charles was bij de bevalling aanwezig. Ook dat was een breuk met de traditie. Prins William was de tweede troonopvolger. Zijn toekomst was voor hem uitgestippeld van bij het begin. Hij zou later koning worden. Did you get much of a glimpse of him? Oh yes, it's we can't say anything, can we? We're so thrilled. What do you think of him then? Oh, he's wonderful, absolutely fabulous. Toen zijn grootmoeder, koningin Elizabeth, geboren werd, was het helemaal anders. Zij was de dochter van prins Albert, de hertog van York, de tweede zoon van koning George V. Haar oom, Edward, toen nog ongehuwd en kinderloos, was eerste troonopvolger. Elizabeth was derde in lijn. Niemand had verwacht dat zij ooit koningin zou worden. Ze was ook niet in een paleis geboren, maar in een statig huis in Bruton Street, in de rijke Londense wijk Mayfair. Het huis is vernield in de oorlog. De dokters voorspelden een moeilijke bevalling en bouwden een van de kamers om tot een operatiekamer. Prinses Elizabeth kwam met een keizersnede ter wereld.
op 21 april 1926. De volgende dag publiceerde de Daily News het bericht: een dochter voor de hertog en hertogin van York. Het nieuws lokte zoveel volk naar Bruton Street dat de kinderjuf met de kleine Elizabeth door de achterdeur naar buiten moest glippen voor haar dagelijkse uitje. De geboorte van de prinses leidde de aandacht af van een zware crisis in het land. Een lange, bittere strijd tussen mijnwerkers en mijneigenaars dreigde uit te monden in een algemene staking. De minister van Binnenlandse Zaken, Sir William Joynson Hicks, voerde onderhandelingen met de mijnwerkers. Maar die moest hij even stilleggen om een aloude taak te vervullen. Until quite recent times, it was the convention that the Home Secretary had to be present and see the baby in theory actually come into the world. This goes back to 1688, when the British people were suspicious of James II. They believed that his natural child had died and was stillborn, and that a healthy Catholic baby was smuggled in to the bedchamber in a warming pan, the 18th century equivalent of a hot water bottle. It was metal. Since that conspiracy theory, which was widely believed, a Home Secretary had to be present at the birth of every child that was close to the line of succession. En dus werd Sir William Joynson Hicks aan de vooravond van een uiterst belangrijke vergadering met de mijnwerkers ontboden in Bruton Street om er getuige te zijn van de geboorte van prinses Elizabeth. Toen de prinses 22 jaar later haar eerste kind verwachtte, hief haar vader dit oude gebruik op om haar de vernedering te besparen. Home Secretary, Mr. Shuter Reed, was excused the historic duty of attending at the palace during the period of the birth. Elizabeth beviel van Prins Charles in haar slaapkamer in Buckingham Palace. Haar familie wilde haar in een kamer achter in het paleis onderbrengen, waar ze minder last zou hebben van het lawaai van de menigte. Maar zij verkoos haar vertrouwde omgeving. We welcome you to an excited crowd outside the palace. And every now and again, a cheer goes up and the crowd start to chant, "We want Philip, or we want the king." And we're looking up to Princess Elizabeth's rooms. They're heavily shuttered and curtained, but our thoughts are there at the moment. En dus werd Prins Charles al meteen op gejuich onthaald. Het moreel had een boost nodig na de ellendige oorlogsjaren. 3 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog was het voedsel nog altijd gerantsoeneerd. Elizabeth beloofde een voedselpakket aan elke baby die op dezelfde dag geboren was als Charles. Een hele pool typistes werd ingehuurd om alle brieven en cadeaus te verwerken die uit de hele wereld toestroomden voor de voorlopig nog naamloze prins. An early visitor to the palace is the Caxton Hall Registrar of Births, Mr. John Stanley Clare. He shares a royal secret. The Christian names of the baby prince. Over de naam van een koningskind wordt altijd druk gespeculeerd. Duizenden mensen hebben de afgelopen maanden al een gokje gewaagd. Maar hoe kies je een naam voor een toekomstige koning? Het is ingewikkelder dan je zou denken. The protocol for a royal baby is slightly different to the rest of us. They have to talk about it with the senior royals, so the queen will usually have to approve the name. That's traditionally what's happened. And also the thing is about the royals, they have more names than you and me. I've got two first names, but most royals have about four, possibly five, and that's so they can make a good choice of which name to choose when they become king. So, for example, Albert here, he was always Prince Bertie, and when he did come to the throne after his brother abdicated, he chose to use one of his middle names and become George VI to evoke the fact his father was George V, to really give the impression of a continuous line of succession. For boys' names, we have quite a set selection in British history. George is a very popular name. We've seen George over and over again for royal men. William, well, the father's name is such an archetypal royal name, William the Conqueror, he's one of our most popular kings. I think we might see that as well.
There's Henry to evoke our great Henry VIII, Henry V, Henry VII, the baby's uncle and probably godfather as well. But there are other names here we can think about. Albert, the name of the Queen's father, that might be one that they might pick. It's kind of got that modern, old feel to it. And I think maybe also to think about Kate's family. Kate's brother here is James, of course, that's a very traditional name, a very biblical name, and we have had King Jameses, they just haven't been the most successful of British kings, perhaps, and it seems a name with rather poor associations. So I think maybe James might be off the scale, certainly for number one. And also Michael is the name of Kate's father, and I think we might see that one in there as well. De doop maakt de weg vrij voor de rol van beschermer van het geloof en hoofd van de Church of England. Voor de nieuwe troonopvolger is het de eerste ceremonie in een lange reeks. En zoals zoveel koninklijke ceremonies gaat ze gepaard met familiale tradities. Eén daarvan is het doopkleed. Koningin Victoria liet het in 1841 maken voor haar eerste kind. Sinds die tijd heeft elk koningskind het gedragen. Ook koningin Elizabeth, prins Charles en prins William. Die laatste had bij de gebruikelijke fotosessie wat behoefte aan troost. Maar alvast één traditie van het koningshuis moet deze keer sneuvelen. Voor de derde troonopvolger geldt de wet op het eerste geboorterecht niet meer. Dat mannelijke erfgename bevoorrecht en eeuwenlang de troonopvolging heeft bepaald. Nu de nieuwe troonopvolger een jongen is, hoeft de nieuwe successiewet niet meteen te worden toegepast. Maar toch betekent ze een revolutionaire verandering voor de troonopvolging. Meisjes komen voortaan net zo goed in aanmerking als hun broers. Het voorstel om de successiewet te veranderen kwam van vicepremier Nick Clegg. It's, I think, a long overdue step to make sure that the rules of succession fit modern times, even though they, of course, reflect centuries-old traditions. It genuinely was the case that the Commonwealth realms, and here you're talking about the most extraordinary array of countries, from Tuvalu to, you know, St. Kitts to Papua New Guinea, Canada, Australia, all of them finally confirmed that they agreed with these changes in the rules of succession, because this is not something that we can do on our own, because of course they apply to the Commonwealth as well. And they agreed all of that and confirmed it to us on the day that the Buckingham Palace confirmed that the Duchess of Cambridge was pregnant. And, you know, it was an extraordinary but very, very happy coincidence. Kate en William hebben 3 jaar in een afgelegen hoek van Wales gewoond. Maar nu keren ze terug naar het drukke Londen. Naar een plek waar William een groot deel van zijn kindertijd doorbracht. Tot nu toe gebruikten ze een huis op het domein van Kensington Palace als Londense uitvalsbasis. Maar nu wordt een grote vleugel van het paleis voor hen in gereedheid gebracht. Apartment 1A. In de jaren 60 werd Apartment 1A gebruikt voor feestjes. Noel Coward, de Beatles en de Rolling Stones zijn er te gast geweest toen Prinses Margaret en Lord Snowden er woonden met hun 2 kinderen. Maar het is vooral bekend als de verblijfplaats van Prinses Diana, waar Prins William en Harry zijn opgegroeid. Well, Kensington is very special because it's enjoyed almost 4 centuries of continuous royal occupation. It's very much a living royal palace, as well as a visitor attraction. It was built by William and Mary towards the end of the 17th century, and since then has witnessed some of the most important events in our royal history, and particularly when it comes to royal births. And the most famous being Queen Victoria, who was born here in 1819 and spent most of her childhood at Kensington under the very strict regime of her mother, which was known as the Kensington system.
Charles and Diana, of course, were among the most famous residents of Kensington, and William spent a lot of his childhood here at Kensington, so it's very nice to be now kind of continuing that tradition. And it's very much the fact that it's still a living palace that makes Kensington very special. We can trace, you know, that history all the way back to the 17th century, and I think the fact that it does offer the privacy as well as the public side and the history that you get in these amazing rooms. Maar het kind van William en Kate zal niet worden grootgebracht volgens het strikte Kensington-systeem. I think if you look at their own childhoods and how they were raised, I think it will be very hands-on. Diana, of course, was especially hands-on with William and Harry. But so was the Prince of Wales, and he was there as much as his career allowed him to be, to do all of those normal things. Catherine's parents, Carol and Michael, also very, very hands-on parents as well. So I think they will take leaves out of their own parents' books and apply that to their own baby. But they're going to need a support network in place. Now, that may very well be family and friends, but I think it's also going to have to extend to nursery staff and nannies, and it may not be what they would ideally want, but I think there's very little choice about things like that. They're going to have an infrastructure in place to support them so that they can continue with their day jobs. Kinderjuffen spelen een belangrijke rol in de opvoeding van koningskinderen. Ze brengen meer tijd met ze door dan hun ouders, die vaak lange tijd van huis zijn op reis in het buitenland. There's a lovely lady called Arla, who was actually my nanny. And she was taken away from me when I was about 10 months old to go and look after a beautiful new princess. De kleine Elizabeth was erg gesteld op Arla, haar eerste kleuterjuf. She was absolutely heavenly person, we all adored her. And then they had two lovely Scottish sisters, the MacDonald sisters. And the eldest one was always just known as Bobo. Well, Arla was obviously a very strict in the old-fashioned way. But she also got the most wonderful giggles and was immensely loving and cuddly to the children, you know. A hugely important element in their lives, honestly. En wat voor een kind was de koningin zelf? She was always the more serious of the two sisters. Margaret was always the really naughty one. So we were wonderfully happy doing the very simplest things. I mean, we played for hours in the autumn at what was called catching happy days. Well, that involved really running around like lunatics around the garden, catching leaves that fell off the trees. In so far as possible, which it was, they were just ordinary children doing all the ordinary things that children do. Het leven van de twee prinsessen speelde zich achter de paleisdeuren af. Ze kregen les van gouvernantes en kwamen zelden in contact met andere kinderen. Opdat ze niet al te geïsoleerd zouden raken, werd een speciale Buckingham Palace padvinstersgroep opgericht. Ook in de opvoeding van de kinderen van Elizabeth speelden kinderjuffen een grote rol. Dit soort taferelen was zeldzaam. Elizabeth en Philip moesten vaak voor lange tijd op reis. Soms waren ze er zelfs niet met Kerstmis en op de verjaardagen van de kinderen. Here's wishing a very important young gentleman many happy returns of the day on his third birthday. It's unfortunate that mother and father are not here to share it with him, but what a party they'll have when they do get back. Thuis zocht de koningin een compromis tussen haar taak als vorstin en moeder. Haar wekelijkse audiëntie met premier Winston Churchill moest wijken voor het bad van de kinderen. Naturally, as a mother, she loved her children, wanted to play with them, all the rest of it, in a sort of normal way. And obviously that was slightly curtailed in moments when she had to do business things. Duty versus pleasure. I mean, having to give up certain things like loving your children and wanting to be with them for the duty of doing what you've got to do as queen. Toen William op de wereld kwam, waren de tijden veranderd. Diana en Charles wilden hun kinderen een zo normaal mogelijke kindertijd geven en vaak bij hen zijn.
De eerste officiële reis na de geboorte van William ging naar Australië en Nieuw-Zeeland. Ze namen de baby gewoon mee. De wereldpers vond het geweldig. They went to Australia and New Zealand for 5 weeks. No royal baby had ever accompanied their parents before. And I think Diana said, if William doesn't go, I don't go. Because she was a young girl. She was 20 years of age. This little baby was her firstborn. She didn't want to be 5 weeks away from him. And we got the arrival in Alice Springs. And we got a great photo call in Auckland where William crawled for the first time. Maar die ontspannen sfeer kon niet op ieders goedkeuring rekenen. Well, Diana got a hard time because the boys were photographed, for example, that time famously at Thorpe Park. But I think both Charles and Diana's thinking was that that was a small price to pay for that bite of normal life and excitement and just being able to go and do what their friends did. Okay, there'd be pictures, but they were happy pictures of happy times. And was that really such a bad thing? I think it's a small price to pay. There's no doubt that Diana changed the mould of royal upbringing in many ways. But let's not forget that Prince Charles was just as much involved. He, after all, was the parent who'd had the experience of being a young royal growing up. He wanted them brought up in a softer, more human, less formal way than had been the case for himself and Princess Anne. Prins William was ook de eerste troonopvolger die naar een kleuterschool ging. Mrs. Miners in Notting Hill, niet ver van Kensington Palace. Een jaar later begon hij onder massale persbelangstelling aan zijn lagere school, Wetherby Prep School. En ook Harry ging hier later naar school. Op de sportdag nam Diana deel aan de moedersrace. Voor een koningspaar komt het erop aan een troonopvolger een onschuldige kindertijd te bieden en hem tegelijk voor te bereiden op de belangrijke taak die hem te wachten staat. Een mooie illustratie hiervan is een dagboekfragment dat Prinses Elizabeth schreef na de kroning van haar vader, kort na haar 11e verjaardag. Ze wist toen vermoedelijk al dat deze ceremonie haar ooit te beurt zou vallen. Papa zag er prachtig uit met zijn karmozijnrode gewaad en zijn kroon. Ik vond het allemaal schitterend. De Abbey ook, denk ik. Naar het einde toe werd het nogal saai. Er werd alleen nog gebeden. Oma en ik keken hoeveel pagina's we nog te gaan hadden. Op het volgende blad stond onderaan het woordje fini. We glimlachten naar elkaar en concentreerden ons opnieuw op de dienst. De nieuwe troonopvolger zal ongetwijfeld zijn officiële taken snel meester worden, zoals zijn overgrootmoeder, grootvader en vader, prins William, het hem hebben voorgedaan. Koningskinderen leven in een andere wereld. Zoals prinses Diana zei, in tegenstelling tot wat andere ouders doen, leg ik mijn kinderen uit dat ze net wel met vreemden moeten praten. A monarchy is only as good as the person doing the job. The challenge facing this child in 50, 60 years time will be to hear people saying, well, what exactly do you do? What is the point of you and your job and your institution? And who knows now what the answers will be, but they will certainly be different answers to what we have now. The monarchy has to modernize. It has to move forward. But the real future of the House of Windsor lies in this child. Hoe belangrijk dit jongetje voor het land ook is, voor William en Kate is het ook hun eerste kind. They'll make sure they can have a really happy family life. I think they'll regard that as highly important. Whether Prince William can learn to put on a nappy is another matter. De zoon van Kate en William zal een evenwicht moeten vinden tussen de koninklijke tradities en de enorme veranderingen die er in zijn leven zullen plaatsvinden. Als dit jongetje even lang leeft als zijn overgrootmoeder, zit hij bij het begin van de 22e eeuw
nog altijd op de troon. Veel mooie archiefbeelden waren dat ook. En zo ziet u maar, de fascinatie voor koninklijk bloed is van alle tijden. Goedenavond nog.